5, 4, 3, go! En het is een hoe zou het altijd positief op de helft? Even kijken, Marco, nog altijd de leider. Marco, nog altijd de leider. Erwin van Beek, wacht even ergens 10 seconden dadelijk, want dat is een heel erg brutaal wat je nou allemaal doet. Was Arie ook steeds een beetje van boekhouden? Ja, ja. Hij is wel een veel kritisch van boekhouden volgens mij. Maar wel, 25 en 200 eraf, dat is zeker weten goed. Dit is een spannenkop. Oké, en even kijken. Bas aan de leiding. Ari 2. Nee, ze liggen even veel, maar ik ze trouwens in de zak van me kunnen toegeven, maar oké, ik heb het niet gezien. Ja, dat is een beetje druk in de dik. Jongens, let even op de snellere deelnemers. En even kijken wie was dat. Die vraagt de Texas. Die ook al iets in de taal te vullen. Wop. Oké, we zijn 3 minuten 40 onderweg. Vooraan is een zooitje, halverwege is een zooitje en achteraan is er ook een zooitje. Geweldig. Dat is een beetje daar. Kan allemaal. En Ari, die had ik gezien. En dat is je ronde nu doen. Zo, aardig man voor de voices, ik weet ook niet hoe het komt. Kijken wat we eigenlijk Bas ook nog kunnen betrappen, maar die zijn echt zo dat we dat toch niet meer te doen. Dus, nog een rondje bij Arie eraf. Ja, dat is eigenlijk momenteel 14 dus. Ja, ik wil niet zeggen van letterlijk voor de snellere deelnemers, maar heeft volgens mij momenteel geen enkele zin. Het ziet er maar mooi uit. Even kijken, ik ga je proberen een standje op te geven. Bas, Erik, Richard, Jeroen, Leonard, Fred, Jelle, Harry, Erwin, Edwin, Johan, Roger, Marco, Adi, Center, Martijn, Marien, Davy en Richard. En het feitje van de leider, maar dat maakt niet uit, hij ligt 6 op 6 bezig. En Aarde heeft hem van 23 strafronden, dus heel ver. En jongens, niet allemaal mikken uit Bas. Dat begint uit te vallen. Ja.
En we hebben nog 1 minuut te gaan. 1 minuut te go. En Center geeft het niet op. Waarom niet, dat weet niemand, maar hij geeft het nog altijd niet op. En we hebben nog 40 seconden te gaan, nog 40 seconden te gaan. Arie wil de leider niet hinderen, Arie wil de leider niet hinderen. We hebben 15 seconden, ik heb het niet even iets fysieker geweest, denk ik. En die krijgen ze thuis. Roger is de eerste die binnen is. Als je langs de lus komt, ben je binnen. Als je langs de lus komt, ben je binnen. En dat is... Nee, Arie is aan het paaldansen. Als je langs de lus komt, ben je binnen. Als je langs de lus komt, ben je binnen. Ja, volgens mij alles wat leeft is binnen. Even kijken. Uituitslag is Bas, Richard, Gies, Erik, Jeroen, Fred, Harry, Jelle, Erwin, Johan, Edwin, Arie, meet van 28 strafrondes, Roger, Marco en Center. Was het Richard Bons of twee?